Hallo, ik ben Dirk Schoofs. In deze workshop wil ik jullie PrintFriendly tonen. PrintFriendly is een uitstekende oplossing om webpagina's op een economische, op een zuinige manier af te drukken. Hier heb ik gewoon een willekeurige pagina van kliks online gekozen. En als ik die afdruk, dan kom ik op maar liefst 5 vellen papier en een hoop advertenties. En daarbij komt nog dat om een of andere reden de layout zeer onregelmatig en zeer oneconomisch verdeeld is. Hoe los je dat op? Wel, je kopieert het internetadres van die pagina en je surft naar www.printfriendly.com. Daar geef je het internetadres in, je plakt het gewoon in het ingeefvak en je klikt op de knop Print Preview. Op dit moment genereert PrintFriendly de webpagina en het is al flink wat zuiniger. Je kunt de print preview nog veel economischer maken, nog veel zuiniger, door de optie No Images aan te vinken. Kijk eens, dat ziet er van over. En in PrintFriendly kunnen we ook passages wegklikken. Wanneer we met de muisaanwijzer over een alinea gaan, verschijnt er Click to Delete. Dat doen we. We willen de reacties niet echt mee afdrukken en op die manier wissen we heel wat zaken die we niet afgedrukt wensen. Een volgende manier om de brugstream aan te halen op het gebied van afdrukken toch is de tekst te verkleinen. Je hebt small en extra small, medium, large en extra large. Wanneer je voor small gaat, kan je het op papier nog zeer goed lezen. Zelfs extra small is nog te doen. Ik hou het hier bij small. Ik kan ook meteen een PDF-document laten genereren, zodanig dat ik de printvriendelijke afdruk als PDF doorstuur naar iemand bij wie ik het document wil overmaken. Ziezo. Hier kom ik dus tot een economische print van net iets meer dan één pagina en alles is netjes, zuinig, strak opgemaakt. Veel plezier met PrintFriendly. Tot ziens.